FNV-uitkeringsgerechtigden protesteerden maandagavond voor het stadhuis in Nijmegen tegen de nieuwe WW-dagloon. Vooral starters, herentreders en flexwerkers hebben last van deze nieuwe wet. De bedenker van de wet, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, was in Nijmegen en las later die avond in het stadhuis de Moenenlezing voor. We zijn hier vanavond omdat minister Asscher hier naartoe komt. Die is uitgenodigd door de Partij van de Arbeid om een lezing te houden. Op zich niks verkeers, maar wij zijn hier voor een andere reden. Niet voor de lezing, maar we zijn hier omdat wij vinden dat Asscher van zijn huidige baan, ja, dat hij toch niet echt goed doet. En dat we heel erg, ik mag wel zeggen, verdrietig zijn over van wat hij nalaat om te doen. Er is in 2015 is er een stukje nieuwe wetgeving gekomen voor mensen die werkloos worden. Die krijgen normaal gewoon een uitkering. Daar hebben ze altijd premie voor betaald. En de minister heeft besloten om de regeling waarbij berekend wordt hoe hoog de uitkering zo lang duurt, om die aan te passen. Wat er moet gebeuren is heel eenvoudig. De groep mensen die nu een nadeel heeft, omdat ze een veel te lage uitkering ontvangen of soms zelfs geen uitkering ontvangen, die moeten daar gewoon voor gecompenseerd worden. Want ze hebben altijd hetzelfde bedrag aan premie betaald. En ze zouden er wel de rechten moeten hebben. En dan hebben we niet de situaties die we nu hebben dat mensen hun huis moeten verkopen en gigantisch in de problemen komen. Ja, dat treft mij persoonlijk, want ik zit nu vanaf 1 augustus vorig jaar in de WW. En er is mij onlangs nu wat werk aangeboden, maar dat is maar 3 maanden. En na 3 maanden kan ik weer op straat staan. En dan gaat mijn uitkering zo'n beetje gehalveerd worden. Dus dat moedigt niet meer aan om te gaan werken. En dat is toch eigenlijk schandalig. Ik loop de boot zo mis, ja. En behoorlijk ook eigenlijk natuurlijk. Want nu ben ik eigenlijk gedwongen om thuis te blijven zitten. En er komen een aantal mensen aan die ik even... Jongens, geef ze even een pamfletje, hè. Even, die link daar. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.